Aandacht op de juiste plaats met het radiaalfilter. In deze foto draait het in mijn ogen om het gezicht. En om dat gezicht te benadrukken, ga ik eigenlijk ervoor kiezen om de rest wat minder te maken. En dat doe ik met het radiaalfilter. En dat radiaalfilter dat vind je hierboven bij het aanpassingspenseel. En als je erop klikt. Dan krijg je dit menu te zien. Het eerste wat we gaan doen is het bepalen van ons radiaalfilter. En dat doen we gewoon door te slepen over de tekening. Je ziet een zwart puntje in het midden, dat is waar mijn radiaal gepositioneerd is. En je ziet vier puntjes eromheen, dat is om de grootte te bepalen. En als ik een beetje bij de rand ga staan, dan zie je dat mijn cursor boogjes worden. En eventueel kan ik hem zo ook nog verplaatsen. Maar ik moet dus een radiaal maken wat vrij aardig om het gezicht heen ligt. En ik hou hem zelf expres gewoon een klein beetje groter. Nou, dit vind ik op zich wel aardig. Je hebt ook nog de mogelijkheid om de masker overleed te tonen. Die zit onder of bij de sneltoets O. En in dit geval is de groene. Maar met Shift O kun je ook nog de kleurtjes veranderen tot bijvoorbeeld een rode. En in principe zijn we vandaag bezig buiten de radiaal. En dat kun je ook nog hieronder eventueel omdraaien met omkeren. Nu zijn we actief in de radiaal. En de doezelaar bepaalt de overgang tussen radiaal en buitengebied. Zet je hem helemaal op nul, dan krijg je een harde overgang. En zet je hem helemaal open, dan krijg je een vrij zachte overgang. Ik kies ervoor om buiten de radiaal aan de slag te gaan. Want waarom? Ik vind op zich de foto correct op het gezicht. Dus dat wil ik intact laten. Ik ga gewoon de rest een beetje aanpassen. En standaard staat de belichting op 1. Nou, die zet ik gewoon op 0. Want die hoort helemaal niet lichter. Maar die kan misschien wel een klein tikkeltje donkerder. En ik vind ook bijvoorbeeld dat de witte tinten wat zachter kunnen worden. Als mede de zwarte tinten. En nog een heel klein beetje de verzadiging. En zo lijkt er op zich niet al te veel veranderd te zijn aan de foto. Maar stiekem is het dat wel. Zet ik bijvoorbeeld het effect uit. En weer aan. Dan zie je het verschil. De foto is buiten het radiaal een heel stuk donkerder dan binnenin. Binnen is hij nog gewoon correct. En daardoor blijft gewoon de aandacht op het gezicht van het model. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.